Steef, we staan nu in de garage. We gaan zo met de auto gaan we schouwen in de wijk, zo heet dat, hè? Ja, dat weet zo. Wat is precies de bedoeling? Wat gaan we doen? Nou, we gaan controleren op een lijst die we gekregen hebben van iemand van de deelgemeente, of de dingen die staan, dat ze afgehandeld zijn, of ze ook afgehandeld zijn. En zo niet, dan noteren wij dat en brengen het zelf weer bij de deelgemeente terug, zodat die het weer terug kan koppelen naar de instanties die dat moeten behalen. En hoeveel keer in de tijd doe je dat? Per jaar? Hoeveel keer? Nou, een stuk of 6 keer. En heb je het gevoel dat het resultaat heeft? Nou, het heeft zeker resultaat. We zijn heel blij dat wij dit willen doen. Okay. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus... Maar je doet het niet alleen, hè? Nee, we doen het meestal met z'n drieën. Ja. Maar één die gaat verhuizen en die moet ook geopereerd worden. Dus nu doen we het met z'n tweeën. Het zijn twee vrouwen. De ene vrouw die rijdt. En de andere die als ze erbij is. En wie zijn dat, die personen? Dat is Maya Kerpel. Ja. En Nathalie Krieg. Oké. Nou, zullen we dan maar instappen? We gaan beginnen. Oké. Goed zo. Gaan we nu het eerste naartoe, Steef? We gaan eerst naar de Catharine van Zoelenstraat. En wat gaan en daar we daar kijken bekijken? We of er afval ligt en of er geklad en geplakt is. Waarom? Oh, dat zal die graffiti. Op die kopsmuren zijn, denk ik. Ja. Maar grof vuil tref je regelmatig aan natuurlijk. Ja. Maar ook al is het weggehaald, dan wordt het weer nieuw. Het wordt opnieuw aangevoerd. Het is net zo makkelijk weggehaald als dat het weer neergegooid is. Ja. Neergegooid hier wordt. Hier staat Catharine van Zoelenstraat nummer 5. Dat is de tweede. Ja, dat is de tweede. Want Kees woont op nummer 1. Ja. 5 is op de punt. Hoe ziet het met onze oase speeltuin eruit? Het wordt steeds slechter. Nou ja, het is nu ineens wel opgeruimd. Ook even kijken. Hier is een kruipruimte. In de Catharine van Zoelenstraat. Straatmeubilair. Er is een kruipruimte waar een luik vanaf is gehaald. Deze is niet aanwezig. Een gevaarlijke situatie. Is dat die waterput in de speeltuin waar ze bij moesten zijn? Want die is inmiddels dat wel dat af. Dat denk ik wel, die staat er niet bij. Want... Die is inmiddels afgedekt door de woonstad. Oké. Dat vertelde Bianca. Waar wil je nu naartoe? Dan gaan we nu naar nummertje 2. Doe even zo. En dus hier was het goed in Catharine van Zoelenstraat? Ja. Niet aangetroffen, zeggen wij dan altijd. Oké, we gaan... Paradijsland. Naar de Paradijsland. En wat willen we daar aantreffen? De Paradijslaan, daar staat... Maar dat is denk ik aan het verlengde van de... Bij de Russoflaan, afval. Staat er een nummer bij verder? Nummer 96. Ja, dat is verderop. Ja. Want hier zitten we bij 40. We gaan nu via de Paradijslaan... Ja? Gaan we naar de Russoflaan. Oké. De kant van de Kerkhoflaan op? De kant van de Kerkhof, ja. Okay. Kijk, en als we zo rijden, kijken we gelijk om ons heen of we dus extremen zien. Okay. Want overal kun je wel wat zeggen. En wat doe je dan met die melding? Dat worden nieuwe meldingen die we toevoegen aan de lijst van wat we controleren. Het grote gat daar. Ik vind die wel erg... Achter die groene zak. De hoogte van nummer 62. 64 tot en met 68 ga je zetten. Dan staat gravity. Melding gravity dit. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Vanaf nummer 64 tot en met 68. Zo ophalen. Ja. Dan gaan we nu naar de Schuttersweg. Nee, dit zijn zakken. Dit is geen afval. Nee, dat komt Wopploeg ophalen. Oké, Schuttersweg. Schuttersweg, even kijken. Dan
wat daar staat. Van 7. Kijk, want dit hoeven we... Dit zou je met alle liefde melden. Maar het is een boomwortel. En ja, dat staat dus, dat heeft... die dame van de deelgemeente gezegd. Boomwortels, die worden in 2014 aangepakt. Dan gaan we naar de Schuttersstraat. Dat is de eerste. Dus eerst de Rakstraat in. Ja, en dan terugkomen en dan, naar de... Want dus één richting verkeer, ja, stukje Paradijslaan, oh, en dan de Schuttersstraat, okay, in. En daar had je die, nou, die ik foto. Ik zie dat, ja. Dat was nummer 4. Steef, wat vind jij hiervan? Ja. Ze hebben dat gestut. Graffiti. Zie je? Dus Rakstraat. Ja, Hoek Schuttersweg, omschrijf het zomaar. We hebben dus inmiddels zoveel notie van graffiti, dat we weten dat aan de rechterkant, dat is kunst, dat is wijkopbouwend. En op de hoek wat je zag, dat is echt graffiti, dat is ontsierend. Dus wat dus eruit ziet als kunst, melden we niet. Daar zijn we blij mee. En op de schutting? Daar op de schutting. Die haan met dat hartje, die hanenkam, ik weet niet wat het precies moet zijn. Wat hier wel leuk is en wat we dus ook merken, dat die hekjes rond de bomen het vuil tegenhouden, het neergooien van vuil bij bomen. Vandaar dat wij nu met de leefbaarheidsgroep Trapezium ook bezig zijn die hekjes rond de bomen in de Paradijslaan te krijgen. Wij gaan nu weer terug richting Paradijslaan. We gaan de Exercitiestraat in. Yep, daar hadden wij zelf verleden maand 3 meldingen gemaakt, hè? Ja, en er zijn er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meldingen. Oké. Okay. Waarvan misschien enkele dubbel zijn, hè? Ja, oké. Okay. Maar dat was hier dat we die meldingen gemaakt hadden. Graffiti zit er kijken, nog. Even kijken wat ja, er achter staat. Graffiti zit er nog, dat hadden we gemeld. Ja, even kijken wat er staat. Afgerond. We gaan even controleren of het dus werkelijk afgehandeld is. Ja, de graffiti is verwijderd. En dat is in orde dus. Oké. Okay. Dan kunnen we als, gewoon als afgehandeld beschouwen. En de nieuwe melding is dan daar aan de overkant? De nieuwe melding is graffiti op de, de dichte deuren. Dichte deuren en ramen zijn het. Oké. Okay. Doe ik van de Exercitiestraat. We gaan kijken naar iets wat we dus zelf geconstateerd hebben. Ja. Een gat in de straat, een verzakking. En die gaan we dus melden. Okay. Bij de deelgemeente. Okay. Dat is de Exercitiestraat. Ja. De zakking. De rijweg, hè? We hebben nu de schouw gehad. En wat is nu eigenlijk de volgende stap? Administratief, neem ik aan. Ja. Alles wat Steef op een heel moeilijke manier in de auto genoteerd heeft, want je ziet het zijn heel lange onhandige vellen, gaat Steef nu overschrijven, want die brengen we dan, ik in vrijdag, naar de deelgemeente en dan geeft Masja het aan haar collega dat het dus verwerkt wordt. Maar ik heb een andere vraag. Hoe vond jij het om zo door je wijk te rijden en zo kritisch te kijken zoals wij als bewoners het doen? Nou ja, normaal kijk ik niet kritisch alleen als ik struikel, uiteraard. Hè? Ja. Nou, dat proberen wij juist nu te voorkomen. Maar ik vond het interessant om een keer mee te maken. In de leefbaarheidsgroep Trapezium geboren dit idee. Steef, Nathalie en ik hebben dat aangeboden aan Masja Frank van de deelgemeente om te doen. Maar wij dachten toen een keertje. Maar Masja was er zo enthousiast over dat we met z'n drieën nu elke maand deze ronde doen. Dus het is nu een beetje
strafwerk, Steef? Nee, ik vind het altijd... mee of tegen? Ik vind het altijd wel prettig om te doen. En ik vind het ook fijn dat jij een keer mee geweest bent, zodat je ook aan andere mensen kan laten zien wat er dus nog in de wijk gedaan wordt. En mij hopeloos achterliep.